De Nationale Assemblée stond gisteren stil bij het heengaan van gewezen parlementariër Leahkat Mahawat Khan. Hij was twee zittingstermijnen volksvertegenwoordiger voor de VHP. Mahawat Khan overleed op 11 januari en werd 71 jaar. De mededeling werd gedaan door parlementsvoorzitter Marinus B. Een andere mededeling is overleden op dinsdag 11 januari 2022. Het gewezen lid Mohammed Leahkat Ali Khan Mahat Khan. Hij is lid geweest voor de politieke partij VHP in de zittingsperioden 14 december 1987 tot 8 juli 1991 en ook weer 24 juli 2000 tot 29 juni 2005. Wijlen de heer Mahat Khan was woonachtig in het district Nikeri en bereikte de leeftijd van 71 jaar. Mogen zijn ziel in vrede rusten en we condoleren natuurlijk de nabestaanden, maar ook de partij van de partijen waar het lid gewezen lid Wijlen Mahat Khan actief heeft gediend. Hij heeft zijn bijdrage geleverd. Ja, en er is een protocol dat wij dan 1 minuut stilte in act zal nemen hiervoor. Fractieleider van de VHP, Aziz Kumar Gayadin, gaf aan dat de partij, het gewezen lid, dankbaar is voor zijn bewezen diensten. Volgens NDP-fractieleider Rubin Permisser was het gewezen lid een harde werker en een voorbeeldige ondernemer. Een lid hier in het parlement. Misschien niet van onze tijd, maar zeker een lid die nauw band had met Wijlen voorzitter Lachman. En van tijd van Jogi, om terug te gaan. Maar hij heeft zijn bijdrage geleverd in de Surinaamse samenleving. En u merkt ook direct enorme belangstelling van, ook vanuit de andere partijen om hun condolences uit te brengen. Voor de productiesector hield hij vaak een vurig pleidooi. Hij was er altijd om de productiesector te stimuleren. En hij is daarvoor hier in het parlement ook verschillende bijdragen geleverd. Wij danken hem ook daarvoor. Maar ook een zeer sociaal bewogen mens. Hij heeft velen in nood geholpen. De heer Mahat Khan was een ras-echte Nikeriaan. En zoals het bij Nikerianen hoort, kwam hij altijd op voor zijn mening. En daarbij botste hij soms met nogal wat mensen, ook binnen zijn eigen gelederen. Maar dat sierde meneer Mahat Khan, dat hij opkwam voor de idealen en de ideeën dat hij had. Mahat Khan was bij de laatste verkiezing toegetreden tot de Partij Lahore.